This is Queen's Road in Hong Kong. Five-star landmark Mandarin Oriental is one of the leading hotels in Hong Kong. On the hotel's seventh floor, you'll find the two Michelin-star restaurant Amber. Amber is one of the top 50 restaurants in the world. The Dutch top chef Richard Ekkebus is Amber's culinary director. He calls his cooking style 100% French, but he's also influenced by Asia's minimalist style of cooking, creating light menus with beautiful, fresh ingredients. Until the end of September 2013, Richard Ekkebus will be creating the meals in KLM World Business Class on all intercontinental flights departing from Amsterdam and Hong Kong. This is his starter, which will be served on flights from Amsterdam until the end of March. Het gerechtje is een Tasmanische zalm, dus zalm uit het water van ten zuiden van Australië. Die hebben gemarineerd en gerookt met verschillende kruiden, specerijen en zeezout. Daarbij zit een saus die geserveerd wordt aan boord door de crew van komkommer. Dus heel lekker fris. Als salade erbij een mooie julienne van komkommer met spinazie. One of Richard's four main dishes for the winter month is a marinated chicken leg simmered in red wine. Daarbij hebben we geserveerd, omdat ik natuurlijk een Nederlander ben, spruitjes. Ongebruikelijk in Nederland om spruitjes te eten met kip. Maar met deze hele volle smaak werkt het in mijn gevoel erg goed. We hebben daarbij wat kastanjes geserveerd om een zoetje te geven en ook een beetje winters karakter. Zilveruitjes en worteltjes. If you fly KLM World Business Class, you can enjoy a variety of dishes created by Richard Ekkebus until the end of September 2013. Bon appétit!